Ik ben Simon van der Geest, ik ben 44. Ik schrijf kinderboeken, gedichten en toneelstukken. Altijd het liefst voor kinderen. En ik woon in Zandpoort, dat is bij de duinen, vlakbij de zee. En bij Haarlem. Ik ben eigenlijk op het idee gekomen voor dit boek door mijn zusje. Want ik heb een pleegzusje, 7 jaar jonger. En toen zij 17 was, was ze zo nieuwsgierig geworden naar haar vader en haar oma en haar familie in Suriname, dat ze geld heeft gespaard voor een vliegticket. En toen is ze naar Suriname gegaan om te kijken of ze haar familie kon vinden. Want die kende ze verder niet, had ze nog nooit gezien. En na weken zoeken is het haar gelukt en heeft ze haar oma daar gevonden. Haar biologische oma, zeg maar. Ik vond dat eigenlijk zo'n stoer verhaal, hoe ze dat aan mij vertelde ook. Over ook hoe ze in het vliegtuig zat en in tranen uitbarst, omdat ze zo zenuwachtig was en niet wist hoe ze dat in godsnaam zou gaan doen. In haar eentje in Suriname, terwijl ze 17 was. En dat vond ik zo stoer en moedig dat ik dacht, misschien kan ik dat gebruiken. En toen ben ik haar gaan interviewen van hoe ging dat en hoe was dat. Verder heb ik een heel ander verhaal van gemaakt. Maar de basis is wel van hoe zij, zeg maar, door die nieuwsgierigheid naar haar familie, naar haar origine, hoe dat haar een heel groot avontuur heeft kunnen laten maken. Ja, dit boek gaat over Eva. Die is 12 jaar. Die zit gewoon op een schooltje in Nederland. Ze woont bij haar moeder. En haar moeder is een beroemde zangeres. Maar ze weet helemaal niks over haar vader. Haar moeder wil er ook helemaal niks over vertellen. En dan naar aanleiding van een werkstuk wat ze moeten maken in de klas, wordt ze steeds nieuwsgieriger. Want ze heeft als onderwerp gekozen biologische vaders. Want het moet een werkstuk zijn voor biologie. En door dat werkstuk begint ze steeds meer te onderzoeken en zich af te vragen over haar vader. En zo wordt ze steeds nieuwsgieriger totdat ze ontdekt dat die ergens in Suriname woont. En dan wil ze er ook naartoe. Nou, via een truc met een televisieprogramma, maar allemaal zonder dat haar moeder het weet, want haar moeder die wil eigenlijk niks van weten, lukt het haar om naar Suriname te gaan. En daar komt ze van het ene avontuur in het andere avontuur. Waarbij ze dus uiteindelijk ook in de jungle belandt om die vader maar te kunnen vinden. En ze wil hem zo graag vinden dat ze steeds meer risico neemt tot het echt levensgevaarlijk wordt. Maar ze wil zo graag die vader vinden. Er is wel een grote ontknoping aan het einde. Maar of het nou goed is of vervelend, ja, dat is echt aan de lezer inderdaad.